Criminaliteitsbeheersing en een vlotte verwerking van rechterlijke procedures zijn de eerste prioriteiten van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Onze redactie sprak de minister woensdag voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Uit evaluatie is gebleken dat ook het ministerie in de schulden zit. Daarnaast zijn er veel mensen in dienst genomen, vertelde de minister. Ja, eigenlijk, ik zou zeggen, het algemeen beeld in het land. Hè. Overal veel mensen in dienst genomen, grote schulden, tekorten. Dus dat is het algemeen beeld. En het ministerie is niet anders. Nee. Maar waarmee komt u nu? Wat gaat u op de agenda geplaatst willen hebben? Wat is uw prioriteit? Sowieso beheersing, criminaliteitsbeheersing. Vlotte werking bij de rechterlijke macht. Dus ik moet ook inventariseren met de PG. Ik heb vanmorgen ook al een gesprek met hem gehad. Dus het is gewoon aanpakken nu. We spraken ook met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo. Hij zegt dat de mijnbouwsector zonder meer de aandacht heeft van het ministerie. De quickscan is gemaakt. We willen de petrochemische industrie verder ontwikkelen. We willen de elektrificatie, de watervoorziening in het hele land. Dus niet alleen in de kustvlakte, maar het hele land. Maar we willen ook kijken naar zaken als watervoorziening, straatverlichting. Ja, dat zijn de speerpunten op dit moment. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiyamofo tegenover onze nieuwsdienst. Hij benadrukt dat zijn ministerie volgens het regeerprogramma beleid zal maken.